de allervetste reviews, previews en special reports. Dit is Stargamers. Yo, gamefans van Nederland en omstreken, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Indieverse Look. Zowel hier op Stargamers als op Cortex Gaming uiteraard. Ik ben weer stoked, ik ben weer blij. Afgelopen week ging het niet zo goed met mij. Krijg nou wat, ik kan rijmen. nee, het ging niet zo goed en ik zat een beetje in een dipje. Maar ik ben er weer bovenop inmiddels. En ik ben super stoked. Waarom? Omdat dit keer, normaal ga ik het internet op om indie games te zoeken. En dit keer is eindelijk eens een keer weer een developer naar mij toegekomen. En ik vind dat altijd super vet. Want dat laat zien ten eerste dat je een beetje bekend begint te raken onder de indie community. En dat laat ook zien dat mensen willen dat jij hun games uitprobeert en daar jouw mening op geeft. En dat vind ik heel leuk om te doen in Indieverse Look. Ik speel vandaag het spelletje The Wardrobe. Let goed op, want deze game is nog niet uit. Dit is een speelbare demo die ik heb ontvangen via mijn mails. Ze hebben contact met mij opgenomen of ik hun game wil checken. Deze game is ook nog niet met een Engelse voice-over. Als het goed is, zit er wel Engelse ondertiteling onder. Het is een Steam Greenlit project. Hij is dus nog niet uit, maar onder in de beschrijving dinges staan alle links naar websites en zo, zodat jij het in de gaten kan houden mocht het een vette game zijn. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Het ziet er nu al wel vet uit. Het is een point-and-click adventure. Ik weet ook niet hoe lang die gaat duren, maar hij gaat mij hopelijk overtuigen in de 10 minuten. Ik heb geen idee, want hij krijgt van mij gewoon 10 minuten. Misschien neem ik hier iets wat speling op, omdat het misschien wel een hele goede game is. I don't know. Weet je, we gaan gewoon de klok starten en we zien wel hoe ver we komen. Let's fucking go. The Wardrobe. Loading resources. Dat zijn een hoop resources. Is dat 3% of is dat 3000 nog wat procent? I don't know. Ah, de muziek is zo lekker in dit spel. Is a pussycat! I see a pussycat! Ow. Little duurder! Waarom in godesnaam woon je er helemaal boven? Ga er beneden wonen! Dat val je niet iedere ochtend. Zou ik ook doen hoor. Ik heb 's ochtends zo'n beetje de zombie-modus. Dan de eerste 2 uur dat ik wakker ben, dan kan je niet tegen mij praten. Dan gebeuren dat soort dingen ook bij mij. Hey boy, everything okay? Volgens mij was hij al een skelet. Dat is niet echt een boy. It's Sans! Tell me. That fall cut off your tongue? Nou, niet alleen zijn tong. No, sir. Isn't it too early to wear your costume? It's only afternoon. Hier is het al bijna avond, by the way. You're probably hit your head too hard on the ground. Ja, ik ben niet zo'n goede lezer. Ik ben zwaar dyslectisch, dus dat is wel fucking irritant. It's Halloween today. Oh. Otherwise, why would you wear that stupid skeleton costume? Hey, it is niet stupid. Hij is cool. Hij heeft een groene trui. Yes, of course. It's for Halloween, obviously. Duh. Waarom anders? De art style is zo leuk. Well, try not to break your neck while you're here. Okay. And don't cause me any problems or I'll kick you out of here. Aye, sir. Ik zie Slenderman! Ik zie serieus Slenderman daar beneden op die doos. Ja, ik heb geen pijltjes, dus ik kan die aanwijzen. Serious, dude. Brats. Okay. En nu? What are we going to do? Oh, je is zo tiny. Hij is zo schattig. Where the hell am I? Daar heb ik geen idee van. Ik speel dit spel ook voor het eerst. Did someone throw my wardrobe in a dump? Denk het. Geen idee, gast. Okay, calm down. I know the address of Ronald's new house. Wie is Ronald? Wie is Ronald? Zoveel vragen, zo weinig antwoorden. The problem is getting the wardrobe over there. Oh, dat is de kast waar je uit bent gevallen. Die skelet kwam uit de kast. Well, first things first, I've got to find a way to get it down from there. Okay. Wardrobe, let's click it. Good luck, cat. Oh, de muziek is zo chill. Salami gone bad. The Terminator is hier! Okay, dat werkt dus niet. King Kong, kan jij me helpen? Stop met fucking lezen, grap. Help me! Bass drum. Badum. Oh, wacht. Ik kan dingen doen. Krijg nou dat Paul Lewis. Maybe in my second life. Well, I mean, the third. De humor. Heerlijk. At school, I was a dude. A dude? Everything for the rocket. I couldn't make it on the drums. Hij kan niet drummen. Daar komt het op neer. Schelden? Gaan we... I'm running out of topics. Okay.
Ik heb geen idee wat ik doe. Maar de muziek en de artstyle, oh, dit is allemaal zo geweldig. Oei, plutonium, plutonium, let's blow shit up. Let's blow everything up, let's just... Oké, we hebben plutonium. Geen flauw, benullig idee wat ik er in godesnaam mee moet. Hydrant. Kan ik dat combineren met plutonium? Impossible, it's sealed from rust. Ik wil hem een stemmetje geven, maar ik weet nog niet echt precies wat. Is die schattig? Is die eng? I have no fucking idea. Oh, keep out. Nope, we're not keeping out. What? Oh. Hey boy. Serieus, dit is een Game of Thrones referentie. Dit is gewoon... Oh, en de shield van Hyrule van Chris Bandicoot. En dat is het schaap, de gompie, de geit van Fairly Odd Parent. Zoveel referenties in dit spel. Zelfs de plant van Harry fucking Potter, Mandrake. Oh my god. Er is zoveel aan referenties. Why would you feel... Dat. Ja. Oh my god. Keys. Just grab the keys. What do you think you're doing? I know, dude. I know. I don't know. I don't know. Take away alcohol from a grown man. I would kill anyone who touched my snack. Me too, dude. Me too, little duder. Tom Riddle's diary? Serieus? Oh, dit is fucking cool. Zo vreselijk veel referenties. 7 books and 8 movies didn't teach you anything. Oh yeah. Sure. I didn't know anything about esoteric activities? What is esoteric? I know. Do you really want me to talk to a picture painted on the floor? Yeah. What do you do when you cross the street? Do you ask permission from zebra crossings? Oh my god, dit spel is echt te ziek, jongens. Dit is toch fucking komisch. Aku Aku, zo heette die. Aku Aku. Burdega. Bonaparte. What? Bodyguard? Yes, well, your mother. What? You could have just... Shut up! You could have just been clearer in the first place. Oké. We gaan met Gompie praten. Oh, heilige Gompie. Gompie, Gompie on the wall. Who's the fairest of them all? Fairly Odd Parents, snap je? Oh, dit is zo komisch. Apart from you, obviously. Oké. Oké, er is hier vrij weinig te doen, zo te zien. Dan gaan we naar buiten. We gaan dingen openmaken. We gaan iets doen. I don't know. No way, it's closed. And I can imagine who has the keys. Oeh, kunnen we niet gewoon de bijl oppakken en hem doodmaken of zo en dan de keys pakken? I don't know. We moeten nog iets doen. Hallo, iets hier. Wat kan ik met de salami doen? Kan ik een salami pakken? Having died because of a plum dying again from a slice of bad salami seems like an overkill to me. Oké. If it's aimed to keep the intruders away, I'd say it's doing the job perfectly. Yep. They may have gone bad, but your brain is spoiled. Fuck you! Doe eens even normaal, jij. King Kong, we gaan met King Kong praten. I'd like to honor you by pounding my chest, but I get no more than a xylophone sonata. Fucking komisch. Weet je, we gaan eens even kijken. We gaan even naar Slenderman. We hebben Slenderman nodig. Slendy, kom hier. I should really take it just so I'd have something to leave in your windshield. What? Je wordt steeds chagrijniger, dude. Ik probeer alleen maar te helpen. Oh, so now you want to get rid of me? This is a total role reversal. Oh, thanks. You should thank God. There's a screen dividing us. Oh, fuck you too, then. Thinking back, I passed away without even looking death straight in the eyes. But that still doesn't seem like a good reason to make a second trip. Good luck, cat. Thanks for their help, adorable big kitty. Aww. Look how friendly he is. He's even saying hello with his paw. Oké, cool. Is er verder nog iets wat ik kan gebruiken hier? De fucking fat man van Fallout ligt hier. Oh, so much reference. So much goodness in this game. Weet je, fuck it. Weet je, luister, jongens, ik ga dit nu even zeggen. Ik doe dit normaal
nooit. Dit is nog steeds een Indie First Look. Maar ik heb de 10 minuten al bijna bereikt. Ik wil dit blijven spelen. Ik wil in ieder geval wat bereiken, dus we gaan nog eventjes door. Fuck it. Ik doe dit normaal nooit. Maar deze game staat me aan. Ik ben normaal ook niet zo van de point-and-click adventures. Maar fuck it. We gaan het gewoon doen. Weet je, het is mijn serie. Ik bepaal wat ik doe. Ligt hier een Halo Energy Sword? Oh my fucking god. Ik herken zoveel van deze referenties. Map. We gaan eens even naar de map. Nee. Hé, ik kan de map oppakken. Maar waar is mijn inventory? Want ik heb nu wel spullen. Maar waar is mijn inventory? Is er een inventory? Ah, what the fuck? Dat is vet. Dat is cool. Hij bewaart de dingen in zijn fucking ribbenkast. We hebben plutonium, we hebben een shovel. Ik heb geen idee hoe we daar gaan komen. En we hebben een map. We gaan eens even kijken. Holy godforsaken planet. Dit kunnen we nog allemaal doen? Awesome. Kunnen we iets met de plutonium? A vial of liquid plutonium? Don't say it too loud or the Americans will show up in a second to kick your asses. Okay, you're surely asking yourself where did the shovel came from? Yes, I actually do. What the fuck? Let's just say I borrowed it. Dit spel. Maar, no way, it's closed. And I can imagine who has the keys. Oké, cool. Maar wat moeten we bij die gast binnen doen dan? Want we moeten duidelijk hier iets binnen doen. Maar wat? Dat is de vraag. Wat kunnen we verder hier nog aanraken? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we onze vinger opleggen? Ik weet niet. Ik kon geen goede referentie verlengen voor dat. Maar, als ik dan... Want ik kan dit niet gebruiken op een of andere manier. Mr. Jean Itor. Als je die referentie snapt, laat even onder in de comments weten. Oh my god, je kan met mensen praten. Awesome, dat wist ik niet. How did I get here precisely? Thanks for helping me. Well, helping me. I see you love black magic. Well, aren't you tall, eh? I better go. How did I get here precisely? Laten we dat vragen. How the hell am I supposed to know? Maybe I wasn't clear. The purple wardrobe. Who brought it here? Wardrobe? I thought it was a coffin. Two guys from a moving company with a white van full of old junk. Old junk? You calling me old junk, pal? You feeling lucky, punk? thanks for helping me. Oh. Don't get me wrong, I'm not interested at all in your health. Well, fuck you. I just wanted to be sure your dead bread doesn't get in my way. Hij is zo aardig. Then you shouldn't even be talking to me. Did you say something? Forget it. Post-traumatic ramblings. Okay, dan. I see you love black magic. Are you some sort of wizard? I don't like that tone. What? Waarom hou je niet van mijn stem? Black magic is neither shallow nor vape it? We get it, your vape. Of course, I didn't think you had a moment to... dat. Dus, je kan zelf lezen. And do you ever wear the pointy hat with the little stars? At the birthday parties? Wacht, vieren mensen hier hun verjaardag? What the fuck? Well, aren't you tall, hey? My grandpa, put steroids in my baby food when I was a kid. Okay. This time, I really put my food in my mouth. Hey, I meant what I said. Okay, I need that wardrobe. I don't live in this waste for fun. I work here. If you want something, you have to pay. But I have no money. How much do you want in exchange? Exactly. Ik dacht in exchange, maar dat... I don't think that ugly wardrobe wouldn't ever be of interest to anyone, actually. Let's settle it this way. As exception of your pay, your crane cost, you can take it... Huh? If you pay the crane cost, you can take the wardrobe. So we need money. What if I use the crane myself without bothering you? And what if I use these boots to kick your ass? I don't have an ass! I'm a skeleton.
I need a wardrobe. Gaan we dan exact hetzelfde zeggen? Denk het wel, hè? Ja. Oké. Okay. Kick your ass, bla bla bla. Oké, okay, I better go. Oké. We need some kind of money. But what kind of money do we need? That's the question. Oké. Even kijken. Is er nog hier iets op de... Oeh, trash can. What's in the trash? Can? This isn't the first time you've tried to make me... Remage through you the rubbish. Remage, wat een geweldig woord. What a strange perversions you have. Oké, we pakken het gewoon op. Waste, waste, and waste again. Hey, wait a minute. This battery could be useful. Seems Santa Claus came early this year. Ik heb een battery. Nice. I have nothing I want to get rid of. Except for you, maybe. Though, come to think of it. Serious. Fuck you. Die gast is echt... Dit is letterlijk Sans van... van Undertale. Oh, crap. Doe ik weer hetzelfde. Oké. When you were a kid, your mother didn't hug you enough, am I right? Ja! Kan ik verder? Kan ik ergens heen? Kan ik iets doen? Wat is er aan de hand? Oké, ik moet dus de key hebben van de kraan, zodat ik dat ding kan pakken, maar hoe kom ik daaraan? Ik heb namelijk geen idee. Is hier nog iets, flyer? Nee. Nou, althans, kan ik die flyer niet gewoon pakken om naar mijn hem te geven? Nee dus. Oké. Other battery. Oké, we gaan batterijen verzamelen. Geen idee waarom. Ik zag dat batterijtje niet eens liggen. Maar dat maakt niet uit. We hebben een batterij, daar gaat het om. Yo, Kong. Ah, oh, King Kong has defeated Godzilla. Kan ik hier nog iets? Kan ik gewoon de poort openmaken of zo? Kan ik hier gewoon weg? Ik kan hier gewoon weg! Better wait until it gets dark. When everyone will be in costume. And as we speak, it became dark. Dit spel is fucking vet! Yeah! All clear! Suicide Boot. Serieus, Futurama? Futurama-referenties? Oh, ik hou van dit spel. Serieus, dit is een Indieverse look. En dit doe ik eigenlijk überhaupt al nooit langer dan 10 minuten doorgaan in een Indieverse look. Maar iets zegt me dat ik meer van dit spel wil gaan spelen. Ik denk dat dit zelfs een tweede aflevering gaat worden op deze manier. Dit is een demo. Dit hoort een demo te zijn. Een fucking demo. Hermit. Hi, Hermit. Hermit the Frog? Nee? No Hermit? Hermit! Excuse me. Mister? I don't wanna bother you, but... Damn it, old man! I'm talking to you! Oh. Your approach is not appropriate for a civil discussion between adults. You're right. I went too far. I forgive you. Holy shit. Don't you think a bit too old to live in a treehouse? I don't understand this obsession you have with saying I forgive you. Why do you meditate while knitting? I'll leave you to your extra... Okay. Don't you think you'll be a bit too old to live in a treehouse? Truth, I've dwelled here for 63 very long years. Oh, sorry. I had no idea. Don't be ashamed, boy. I forgive you. Nou snap ik die obsession of forgive you. How come you made this life choice? Modern society didn't suit me. I decay of value, the desire to show off no matter what. Prohibition, the root and logic of capitalism. Zo, de teren krijgen ineens een hele lecture hier zo. Wars that generated interest with the politicians. The insect or opinion, nonetheless. Blah, blah, blah. But I'm sure mankind has learned from all these mistakes over the decades. Dude, you'd be really surprised. why are you, are you really suing your beard? Incorrect, boy. I'm knitting it.
Why would you want to do something like that? I produce eco-clothing for some important fashion brands. Ew. What about the story of how modern society does... Oh, fuck, doe ik de oude mannen stem bij hem. Doesn't suit you, blah blah. When your moral beliefs undermine your personal interests, send them to hell. Okay, dan. I don't understand your obsession you have with saying, for I forgive you. You must be a proud of unsurpassed goodness? In truth, I'm not boy. When I was a lad, I was a wee lad. I was asked to play priest for a school play. During the third act, the confessional fell down on my head. It hurt my head. I hung between alive and dead for 2 whole days, and then I woke up. Since then, I can't help saying I forgive you all the time. Well, that is a good foul. Why do you meditate while knitting? Meditation is one of the main aspects of my life as hermit. It is useful to dissolve the tension in your head and concentrate on your inner self. But if you can do both things at the same time, better for me, don't you think? Okay. I'm a terrible boy. Could you please forgive me? I'm a terrible boy. Could you please forgive me? You really are a boy. It's not appropriate at all to make fun of an old man. And yet, I forgive you. Okay, we laten hem zelf gaan. The door of my dwelling always be open to you. Especially since you don't have a door. Oh my god, de humor in dit gebeuren is echt gewoon geweldig. Weet je, ik ga het hierbij laten. Beste gamefans, ik ben echt al 20 minuten aan het spelen of zo. En deze game krijgt van mij denk ik echt een keiharde 9,5. Sowieso. Waarom? De artstyle is geweldig. Ik heb het gevoel dat er echt een heel diep verhaal in zit. En dit is een fucking demo. Ik doe dit normaal nooit. Ik heb al langer gespeeld dan 10 minuten. En ik ga er gewoon simpelweg nog een keer een aflevering van maken, denk ik. Want ik wil doorgaan in dit spel. Het is gewoon cool. Ik weet het niet. De artstyle is leuk. De muziek is leuk. Ik zit erin. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Ik geef het een 9,5. Hou de greenlit pagina en alles in de gaten. Ik ga gewoon nog eventjes lekker door. Ik ga nog een aflevering van maken. Ik ga kijken of ik gewoon het spel kan uitspelen. De demo kan uitspelen. In een aantal afleveringen. We zullen het gaan zien. Ik heb geen idee. Ik weet ook niet of ze dan... Ik denk wel dat ze ook op Stargamers gaan verschijnen. En op Cortex Gaming, daar ga ik het gewoon bij houden. Maar nogmaals, 9,5. Check de links onder in de descriptie voor al hun informatie om het in de gaten te houden wanneer het uitkomt. Want dat weet ik niet helemaal precies. Maar sowieso, als die uitkomt, check it out. Deze game is awesome! En dan ga ik het gewoon bij laten. Vonden jullie het nou een leuke video? Laat dan vooral even een like achter. Ben je nog niet geabonneerd op Cortex Gaming, het gamekanaal? En kijk je dit op Stargamers? Staat er nu ergens een link in beeld die je naar onze kanaalpagina brengt. Waar je kan abonneren op ons natuurlijk. Kijk je dit op Cortex Gaming, staat de knop onder het filmpje. Kijk je dit op Cortex Gaming, check dan ook Stargamers dagelijks voor jou. Dagelijkse nieuws, updates, reviews en previews. Link staat onder in de descriptie. En dan ga ik jullie nu verlaten. Maar dan zie ik jullie gewoon weer terug bij de volgende Indieverse look. En waarschijnlijk bij de volgende The Wardrobe. Want ik ga er een soort van miniserie van maken. Zo hier op Cortex Gaming als op Stargamers uiteraard. En dan ga ik gewoon lekker afsluiten. Dus beste gamefans, zoals altijd, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Mazzel!